Achter mij is brand uitgebroken in een loods van de gemeentewerken, van de gemeente Beuningen. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Er was niemand in de loods aan het werk. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Die verspreiding daarvan heeft zich beperkt tot het eigen terrein en het buurperceel. Daar hebben we maatregelen op ingezet. De rook heeft zich wel wat verder over de woonwijk heen getrokken. We hebben daar de nodige maatregelen op ingezet. De gemeente gaat de buurtbewoners daarover ook nog even per brief of via sociale media informeren. En als mensen iets vinden in hun achtertuin, dan kunnen ze daarover in contact opnemen met de gemeente. De mensen van de gemeentewerf die hier aan het werk waren, die hebben de brand ontdekt toen ze het knallen van de asbestplaten hoorden. En toen was het al een uitslaande brand. Ja, je ziet het, onze brandkazerne ligt hiernaast, hè? Dus ik schat met een minuut of 4-5. Niemand raakte dus gewond. Toch werd er wel een belangrijke redding gedaan. Een aantal oud gepensioneerden van de brandweer die hebben een oud brandweervoertuig opgeknapt. En dat houden ze in ere. En die stond in een loods waar de brand is uitgebroken. Gelukkig op de begane grond. Dus bij onze aankomst was daar nog geen brand. Dus die hebben we gelukkig tijdig naar buiten kunnen halen.